De invloed van cabaret in de samenleving. Hoe groot is die? We vragen het aan Geert den Graaf. De invloed van cabaret op de samenleving valt vrijwel te verwaarlozen. We hebben een virtueel onderzoek gestart op het internet om te kijken wat die invloed van cabaret nou eigenlijk is. 170 mensen hebben massaal gereageerd op onze oproep. 160 hiervan bleken echter nep te zijn. 7 daarvan waren we zelf. En 3 daarvan zijn een stelletje boeven die het hele onderzoek in de war hebben geschopt. Maar we moesten dus op zoek naar iets anders. En dat anders, wat zou dat zijn? Wilt u het weten? Kijk verder. De invloed van cabaret is dus vrijwel te verwaarlozen. We hebben nog helemaal niks gedaan. We hebben een onderzoek dat in de war is geschopt. Oh ja, dat is waar. Dit onderzoek, ja. Dat heb ik weggedaan. Misschien. Ja. Het is niet gelukt. Misschien moeten we gewoon. Ja, maar wordt het wel een tweederangs idee, maar misschien moeten we gewoon Theo Maas interviewen of zo. Dat is een goed idee! Ja? Dat doen we, ja! Kom! Nou, dan gaan we hem eerst mee, hè? Ik weet waar hij woont. Ja, oké, nou. Kom meteen aan de front. Hupsakee, kom. De afspraak met Theo Maassen. Hoe is die verlopen? We vragen het aan Geert den Graaf. Ja, Theo Maassen, sympathieke man. Alleen de afspraak ging niet helemaal zoals verwacht. We waren niet helemaal handig met de tijdplanning de eerste keer. Hi Theo! Jongens. En wij... Jongens. Ja? Wat doen jullie hier? Wij kwamen voor dat interview. We hebben een onderzoek op school en we zouden... Zien jullie dit op mijn schouder? Dat is zo'n beetje van de supermarkt. Nederland is aan het spelen, man! Wat nu? Oh, nu! Wat is... Sorry! Tweede afspraak met Theo Maassen. Hoe is die verlopen? We vragen het aan Geert den Graaf. Ja, laat ik het zo zeggen. We hadden het niet helemaal rekening gehouden met de persoonlijke wensen van Theo. God Theo, om te beginnen wat leuk dat we mochten komen. Ja. De vorige keer hebben we iets minder goed rekening gehouden met het tijdstip. Onze excuses nog daarvoor. Toch leuk dat we nog mochten komen hier. Hey, jongens. Wat is dat in je hand? Wat hadden we nou afgesproken? Dit is gewoon de video om alles... Kom eens even! Theo, dit is van mijn vader. Theo, even rustig. Weet je wat ik hiermee doe? Rustig met dat ding. Weet je wat ik hiermee doe? Niet kapot maken, niet kapot maken. Weet je wat ik... Niet kapot maken, nee! De afspraken met Theo Maassen waren niet succesvol verlopen. Maar, hoe is het nu verder gegaan? We vragen het aan Geert den Graaf. Ja... We hadden dus toch een camera nodig en aangezien Theo die kapot had gegooid, moesten we verder met mijn webcam. Dus, stop maar hoor. Ja, weet je wat het is dan? Nou? Cabaret heeft gewoon helemaal geen invloed op de samenleving. Nee. Nee, dat denk ik inderdaad niet. Ja. Moet je nou met cabaret? Of je moet die mensen meetellen die cabaret na gaan doen.
Ja, maar Geert, van, dat doet echt niemand. Nee, wie gaat er een cabaret na doen? Wie doet er nou echt cabaret na? Dat heeft toch geen zin? Dat is toch... slaat nergens zot op. Dat slaat ook echt nergens op natuurlijk, om dat te zeggen. Ja, sorry maar. Als je cabaret na is, ben je wel echt heet. Moet je eens kijken. Zijn naam was Nostradamus, die hij kon heel goed voorspellen. Oh, die is leuk. Daar kom je. Nee, wacht, deze. Ja, welke? Oh, die is leuk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wakker worden. Die kop ook. Ja, leuk. Wie doet er leuk, leuk cabaret nou? Nee, niemand doet cabaret. Dat is natuurlijk Nee, ik was. Oh. Oké, ga jij maar, hè? Je hebt hem niet eens aanstaan. Oh, vandaar, ik dacht al. Oh, die oh, dat is van die voorstelling, of niet? We moeten nog een opdracht maken. Welke? Van maatschappij. Oh shit, meneer Kolen komt kijken. Besloten wij om... de invloed van cabaret in de samenleving. Hoe groot is die? We vragen het aan Geert den Graaf. De invloed van cabaret in de samenleving. Hoe groot is die? We vragen het aan Geert den Graaf. De invloed van cabaret op de samenleving valt vuil. Tweede afspraak met Theo Maassen. Rustig met dat ding. Weet je wat ik hier met doe? Niet kapot maken. Niet kapot maken. Weet je wat ik... Niet kapot maken. Nee. Nee. Niet. Ja, moet hij opnieuw.